Welkom bij Klein. Ik heb super gave tassen bij me van Low Pro, splinternieuw, de Protective lijn. En die Protective serie die blinkt uit in kwaliteit. En dat gaan we vandaag eens even onder de loep nemen. De specificaties van die Low Pro Protective. Nou, er zijn twee modellen. We hebben een 350 AW en we hebben hier zo de 450 AW. Nou, het zijn allebei fototassen, zoals je kunt zien. Wat is er nou zo handig en zo uniek aan die Protective serie? Nou, allereerst bovenop de tas zit een harde schaal. Dus de camera die daar direct onder zit, is goed beschermd. Die bescherming van die schaal komt het materiaal wat ze gebruikt hebben. Die schaal is echt keihard. En die camera is lekker beschermd. Nou, die Protective serie is ook nog een keer hartstikke veilig. Want hij gaat open aan de achterkant. Aan de achterzijde heb je de ruimte voor je camera en je spullen. Hier zo plaats je alles in. Dit is helemaal naar eigen idee indeelbaar. Je hebt natuurlijk een statiefhouder erbij zitten. Filterpocket en allemaal extra schotjes om hem helemaal naar eigen idee in te delen. Dus veilig en stevig. Dat is waar die Protective voor staat. Maar er is nog iets. Aan de achterzijde kunnen we hier zo Active Zone lezen. Een Active Zone, het gaat eigenlijk over de rugbescherming van deze tas. Die rugbescherming die zorgt ervoor dat je 1. Niet zo snel last krijgt van druk op je ruggengraat. En 2. Dat je niet zo snel gaat transpireren als dat warmer is. Onderrug hebben we een extra steuntje. En hier zitten dus die ademende plekken achterop je schouderbladen waar je de tas draagt. Tevens zijn de banden ook voorzien van die ademgaten als het ware. Zodat je dus altijd luchtig als het ware die tas kan dragen. Belangrijk zijn buikband met uiteraard ook weer goede steunpads die lekker zacht zijn en die natuurlijk ademend zijn. Banden voor die buikbevestiging, maar ook borstbanden zitten erbij om de tas aan alle kanten helemaal goed vast te kunnen maken. Dan hebben we aan de voorkant nog allerlei lipjes en lussen waar we nog extra tassen aan vast kunnen maken, waarmee we dus nog extra attributen kunnen bevestigen. Hartstikke slim. Nou, wat ook nog een keer slim is, is om aan de juiste kant bij de camera te kunnen. Aan de zijkant kan die open, zodat je objectieven kunt pakken en eventueel snel bij andere accessoires kunt komen. Dan hebben we natuurlijk hetzelfde trucje aan de andere kant zitten. Ook daar zo een vakje, zodat je vanaf de zijkant zo 1, 2, 3 bij je spullen kunt komen. Dat bovenvak, dat kan natuurlijk ook open, zodat je in één keer zo'n deel de tas open te maken bij je camera kunt. Dus aan alle kanten toegankelijk en zat opbergmogelijkheden. Aan beide kanten zit wat ze noemen een soort van filterpocket, een vakje waar je filters en andere accessoires in kwijt kunt en mee kunt nemen. Dus ook daar heeft Low Pro goed aan gedacht. Ja, en dan dus in twee maten. Spiegelreflex met battery grip. Spiegelreflex en dan natuurlijk meerdere lenzen in beide tassen. Voor wie is die Protective serie nou gemaakt? Wie had Low Pro in gedachten? Nou, mensen die wel eens even van de gebaande paden afgaan en gewoon extra degelijkheid en bescherming willen, want er zijn natuurlijk ook bij dit soort tassen regenhoezen. Er zit een hoes onder in de camera gestopt achter klittenband. Dus je die eruit peutert, kan je die om de tas heen vouwen, zodat de tas echt bestand is tegen flinke, fikse regenbuien. Slim dat die hieronder verstopt zit. Ja, mensen die veel lopen, die veel wandelen, die willen een tas die comfortabel draagt. En die Active Zone achterop met het ademende deel, dat zorgt ervoor dat die comfortabel draagt. Ja, en dan natuurlijk mensen die gewoon lekker veel spullen hebben en gewoon een goede, degelijke, onopvallende tas willen. Hij is helemaal glad, hij is compact. Beide modellen kunnen gewoon als handbagage meegenomen worden. En je hebt natuurlijk voor het geval dat de tas een keer verkeerd terecht komt, dat keiharde beschermstuk aan de bovenkant, wat je apparatuur gewoon veilig beschermt. Wat dat betreft dus echt, stevige tas. Als je dat zoekt, met een onopvallend design, gewoon lekker compact, dan ga je voor die Protective serie. Nou, de Protective line is er dus in twee modellen, de 350 en de 450, beide all-weather AW met regenhoes. We hebben beide tassen een langere tijd gedragen, dus we hebben meerdere dagen
tripjes gedaan met camera's en veel spullen. En dan kijken hoe zijn tas echt in het veld als het ware zich gedraagt. Als hij op je rug zit, draagt hij fijn, is hij goed af te stellen, et cetera. Nou, dat was allemaal dik voor elkaar. Hè. Mede door dus die net al benoemde Active Zone is die gewoon comfortabel. En eigenlijk, je voelt natuurlijk wel dat je hem om hebt, maar je voelt niet echt dat je hem om hebt. Je hebt er geen last van. Je hebt het bij je, maar je hebt er geen last van. Dus echt goed gedaan. Als er een nadeel gezocht moet worden, dan is het bij een tas natuurlijk altijd wat lastiger. Tas is heel persoonlijk. Sommige mensen doen langer over het uitzoeken van een tas dan over de camera kiezen. In dit geval zou ik als nadeel willen noemen dat je natuurlijk wel die zijvakjes hebt waar je bij je spullen kan en het bovenvak. Maar als je echt alles wil kunnen pakken, dan moet je het echt afdoen en neerleggen en helemaal openritsen. Ja, als je dat niet praktisch vindt, als je alleen bent en je kan het niet ergens neerleggen behalve dus op bijvoorbeeld nat gras, is dat wat minder prettig. Ja, dan heb ik misschien liever een tas die ik om kan houden of naar voren kan slingeren, dat ik dan overal gewoon bij kan. Ja, deze moet je echt afdoen. Aan de andere kant, dat geeft bij steden, trips, etc. wel een stukje extra veiligheid, omdat dus ook een dief niet zo snel bij alle apparatuur kan komen. Ja, voor de rest waren we erg tevreden over deze Protectic serie van Lowepro. Goede kwaliteit, goed degelijk en echt voor die fotograaf met veel mooie fotospullen zijn het snoepjes van tassen waar je gewoon hebberig van wordt.